Ja, we zijn nagenoeg aan het einde van deze brief. En bij brieven van Seneca is het vaak zo dat er een toetje aan het einde zit. Een citaat van iemand of een opmerking van iemand of iets dergelijks. Vandaar deze prachtige tiramisu met ananas, zo te zien. Nou, dat allemaal ter inleiding op het volgende. Mocht je dit nog als proefvertaling hebben gedaan, dan zijn die eerste drie regels nog wat punten waard. De rest heb ik niet meer genormeerd, maar mocht je hem nog willen nakijken, dan kan dat. Nou, ik wil ook nog heel even komen op een iets wat ik nog niet behandeld heb in de grammatica. Dat is namelijk de superlatief. Dus het is niet al te lastig. Meestal gaat dat meteen wel goed. En zoals hier pulcherrimi, dissertissimi en hier dissertissimis is natuurlijk gewoon een overtreffende trap. Zoals je in het Nederlands hebt hoog, hoger, hoogst. Wat vaak in het Latijn als altus, altissimus wordt gedaan. Dus je pakt de stam en je zet er issimus achter. Een a of om voor het vrouwelijk en het onzijdig. Kan ook zeer hoog betekenen hoor. Laat je niet alleen door die ene vertaling leiden als je maar een overtreffende trap vertaalt. He, altior is daarvan de comparativus. Dus die kun je ook ergens anders bekijken. Er zijn een paar manieren om dat te doen. Je kunt dat doen met issimus, zoals bij altus, maar bij fortis dus ook. Fortis heeft stam fort, nou, fortissimus. En je kijkt gewoon naar de stam. Er zijn een paar stammen, zoals bijvoorbeeld pulcher. De woorden die eindigen dan op er. En die krijgen dan niet issimus, maar toch wel weer een verdubbeling erin, erimus. Ja, dus pulcher, pulchrior, pulcherimus. En bij een heel paar bijvoeglijke naamwoorden, ik ben niet helemaal helder volgens mij nu, komt er dan wel weer een verdubbeling, maar is hij met elimus. Dus facilis wordt facillimus. En net als in het Nederlands heb je ook een aantal die zijn volledig onregelmatig. Dat is een lijstje wat opgesteld is door de SEVO. En nou ja, daar zitten er een aantal in, zoals bonus, goed, melior, optimus. En ook groot, magnus, major, maximus. Maar je hebt er nog een aantal, maar dit zijn er een paar om je alvast een voorbeeld te geven. Die optimus, die zijn we al een keer tegengekomen. Maar dan heb je die overtreffende trap nog een keer op een rij. Quare is een zogenaamde relatieve aansluiting. Je begint de zin met een relatief woord. Waarom? En je mag hem dan vertalen met een aanwijzend voornaamwoord. Daarom. Excipiamus is wederom een conjunctivus. Dus laten we daarom ijverig en opgewekt de imperia die hier gewoon had moeten zijn, bevelen opnemen. En laten wij desideramus, hunc cursum, deze tocht, en hier krijg je dat van het mooiste werk, van een zeer mooi werk, niet achterlaten. Hè. Laten we daar gewoon mee door blijven gaan. Cui quidquid patiemur in textum est, waarmee al wat wij zullen doorstaan of al wat wij zullen lijden verweven is. Dus een oproep om toch maar vooral door te blijven gaan. En om daar nog een keer wat extra power in te zetten, krijg je dus nog een aansporing daarbij. Dus wederom een conjunctivus ad loquamur. En laten wij Jupiter, Iovem, en dat is Jupiter, genitivus Iovis, laten we Jupiter zo toespreken. Nou, en dan, waarom dan het Jupiter? Nou, door wiens roer die massa, estamolis, dirigitur geleid wordt, laten we die zo toespreken, quem ad modum Cleantes noster, zoals onze Cleantes. De filosofen waar Seneca het vaak mee eens is, die noemt die vaak met een bezittelijk voornaamwoord, onze die of onze dat, om aan te geven van, nou, dat is een goed stoïcus, die valt onder onze club.
zeg maar. Maar dat wil nou lang niet altijd zeggen dat het ook zo stoïci zijn. En bij die cliënten is dat helemaal nog niet zo heel erg duidelijk. Wordt wel zo ingedeeld, maar je zou die net zo goed uit de school van Plato kunnen laten komen. Nou, die cliëntes, dat is natuurlijk een Griek. Die zegt dat straks op zijn Grieks. Maar dat is vertaald naar het Latijn. Of tenminste, dit is natuurlijk allemaal in het Grieks geschreven, maar dat is vertaald naar het Latijn. Versibus disertissimus ad loquitur. Zoals onze cliëntes wat doet, toespreekt. En dan gaat het over Jupiter weer, hem toespreekt in zeer eloquente verzen, in zeer welsprekende verzen. Quos, nou dat gaat dan over die verzen, quos mihi, die aan mij, het aan mij permittitur geoorloofd is te veranderen, in nostrum sermonem, veranderen letterlijk tot onze taal, naar onze taal, ja, te vertalen zou je dus gewoon mogen vertalen. Die het mij geoorloofd is te vertalen. En dat heb ik niet alleen zo gedaan, ik, Seneca, de grote man. Nee, dat heb ik ook gedaan. Exemplo Ciceronis, Ciceronis. En naar het voorbeeld van Cicero. En Cicero, dat was natuurlijk, daar hoort deze genitivus bij, een zeer welbespraakt man. Cicero, de grote redenaar. Uit het einde van de Republiek nog. Dus dat is al een tijdje geleden. Voor Seneca. Nou, en dan hebben we dit stukje gehad. En dan zijn we natuurlijk heel benieuwd wat die meneer te zeggen heeft.